Hallo, mijn naam is Job van der Bijl. Vandaag gaan we weer lekker koken. Ik heb een hele leuke Indische snack bedacht, namelijk de pastel goreng, oftewel de Indische pastei, Indische pasteitjes. En die zijn heel lekker, redelijk simpel om te maken. Dus laten we gaan beginnen. We beginnen met het deeg te maken. Dat moet een uurtje rusten straks in de koelkast. Dus daarom beginnen we daarmee. Terwijl dat in de koelkast staat, kunnen we de vulling gaan maken. Ik heb nodig 500 gram bloem. 100 gram, maar dan gesmolten boter. Dus die zet ik even een halve minuut in de neutronenoven. 2 eitjes. 1 theelepeltje zout. Nou ja, even op het gevoel. De zoutsel is op, dus ik heb nu deze, de Sel de Mer, dat is weer Fins. Komt uit Finland, staat erop. Ja, wat tijd dat Lidl weer een nieuwe gaat sturen, maar goed, wie weet. De boter. Ja, zo is het mooi. Mooi gesmolten. Dat was even een beetje door elkaar. En dan het water. En afhankelijk, ja, het is heel afhankelijk wat voor soort bloem je gebruikt, onder wat voor omstandigheden bewaart. Dus de ene heeft meer vocht nodig dan de ander. Dus we beginnen niet met de complete hoeveelheid. Je kunt altijd later nog wat toevoegen. Dat is makkelijker dan bloem toevoegen als het te nat is. Misschien een klein drupje erbij. Even kneden tot we een mooie bal deeg krijgen. Het kneedt wat makkelijker op het aanrecht. Best wel een stevig deeg zijn. Je moet zelf een beetje, dat is het fingerspitzengevoel. Niet te nat, niet te droog. Stevig, maar niet kruimelig. Soepel, maar niet slap. Ja, dat moet je vanzelf al voelen. Je kan misschien een klein drupje bij. Niet te veel in dit stadium. Dat wordt gauw te slap. Nou, ik heb even een paar minuutjes gekneed. Hoeft niet heel lang. Het is nou een mooie, stevige, soepele bol deeg. Die ga ik even een uurtje afgedekt in de koelkast zetten. En dan hebben wij mooi even tijd om de vulling te gaan maken. Nou, we gaan nu de vulling maken. Ik krijg altijd heel veel commentaar dat mijn plankje schuift. En dan krijg je een tip van, leg even een vochtige theedoek onder. Ja, dat ga ik niet doen, dan is een theedoek ook gedoe. Dus ik kreeg deze dingen opgestuurd, dat is wel heel handig, sticky top. Die kun je eronder doen. En dat plak, dat is herbruikbaar, afwasbaar. Even van, dus van twee kanten, dan is dat, kleeft dat. Sticky top, leg je zo neer. En je plankje gaat geen kant op. En je hebt ook hele kleintjes. En kun je bijvoorbeeld hier aan de muur je recept opplakken terwijl je aan het koken bent. Je haalt hem er zo weer af. En mocht hij vies worden, dan kan je hem gewoon afwassen met koud water. Dus ik vind het ideaal. En ik heb een link geplaatst onder mijn filmpje, dus als je het ook leuk vindt, kun je hem daar bestellen. Ik begin met 2 tenen knoflook. Die ga ik even schoonmaken en dan fijn hakken. En 2 uien, even schoonmaken en dan heel fijn snipperen. Ik heb de knoflook fijn gehakt, ik heb 2 uien
fijn gesnipperd. Dan doe ik er nog een half lombokje bij. Die ga ik ook nog even fijn snijden en fijn snipperen. Ik zet even alles vast klaar voordat we gaan bakken. Dan kun je straks achter elkaar gewoon snel doorwerken. Dan heb ik nog nodig een wortel. En dan, ja, ik denk ongeveer 150 gram wortel. Dan gaan we even schillen en dan raspen. Zo'n dun schilletje gaat perfect. Zo. Die raspen we dan eventjes. Met een grove rasp. Dus dan heb je hier de geraspte wortel. Dan ga ik de specerijen even klaarzetten. Wat we nodig hebben is katoenba, oftewel gemalen korianderzaad. 1 theelepel. Jinten, oftewel gemalen komijnzaad. 1 theelepel. Zout, mag ook zoutsel gebruiken, 1 theelepel. Suiker, 1 eetlepel. En een bouillonblokje, ik gebruik in dit geval rundebouillon. Mag ook kipbouillon gebruiken, maar ik gebruik ook runde gehakt. En die een beetje verkruimeld. We kunnen nu beginnen om te gaan bakken. Nou, dan begin ik met de uien even te fruiten. Een scheutje olie erin. En straks dan, ik heb gekozen voor runde gehakt. Je kunt ook half en half gehakt gebruiken. Als je ook, ja, geen problemen met varkensvlees, dat wordt dan ietsje smeuiger, iets zachter. Je kunt ook kip gehakt gebruiken of kipstukjes. Dat ligt helemaal aan jezelf. En als je een vegetarisch wil, dan kun je natuurlijk een vleesvervanger gebruiken. Dat mag je helemaal zelf bepalen. Nou, dan begin ik met de uien erin te doen. Even eerst even een beetje aanfruiten. Nou, vervolgens doe ik even de knoflook erbij. Ja, eigenlijk kan die peper er ook wel bij. Het is ook wel lekker als je die even meebakt. Doe ik heel eventjes. En dan kan het gehakt erbij. Laten we dat even rol bakken. En dan nemen we even de tijd voor. Het gehakt is nu bruin en rul en is lekker aan het bakken. Dan voeg ik het kruiden en zout suikermengsel toe. Dan roer ik even door elkaar heen. Dan doe ik de geraspte wortel erbij. Kijk naar geraspte. Dat bakken we ook even mee. En na de wortels even een minuutje of zo te hebben meegebakken, heb je een kopje ertjes. Ik heb diepvriesertjes. Je kunt ook verse doperwten gebruiken. Ik zal geen doperwten uit blik of pot doen, want die hebben niet die mooie frisse kleur. Dat zijn van die slappe, zoete, zoute dingen. Dit is altijd het lekkerst. Dan bakken we ook even mee. Je kunt ze ook even voorkoken om ze gaar te maken, maar dat gaat heel snel met de diepvriesdopertjes. Nou, zo is die goed. Dan laat ik hem eventjes een klein beetje afkoelen. Er moet nog één ingrediënt in de vulling en dat zijn de noedels. Oftewel, dat is de soen. Oftewel glasnoedels, dat zit in zulke pakjes. Soen staat er niet op, maar
Zulke pakjes koop je in de winkel, in de toko of sommige supermarkten hebben het. Het is gemaakt van een soort ertemeel. Het is niet hetzelfde als mihoen. Dit is echt heel stevig en dat valt ook niet uit elkaar. Dus mihoen, dat is te slap. Dat zou ik niet gebruiken. Dus probeer echt deze te vinden. Soen heet het. Ga ik heel even koken. Dat is heel snel klaar. Dus ik zet even een klein pannetje water op. Nou, het water kookt. Met deze hoeveelheid vulling doen we één heel pakje soen. Doe we erin. En dan laat het ongeveer 3 à 4 minuten koken. Daar pak ik nog een touwtje in. Even uit moeten halen. Er zitten touwtjes omheen. Die zijn net zo wit en dun als de soen zelf. Het is wel handig om die eruit te halen. Maar anderzijds hoef je ook niet meer te flossen als je het in laat zitten. 3 tot 4 minuutjes. Terwijl de soen aan het garen is, doe ik de vulling even in een schaal. Ten eerste dan om even wat sneller af te koelen. Om straks je pastijtjes te vullen. Het is wel handig als de vulling koud is. Maar ik heb deze pan ook zakjes nodig om ze te frituren. Dus vandaar. Nou, en inmiddels zijn die ook wel goed. Dus die kan uit en dan ga ik hem even afgieten. Even door het vergiet. Ze zijn heel glazig, vandaar dat ze glasnoedels heten. Als ze in het water zitten, dan zie je ze niet eens. Dan zijn ze bijna onzichtbaar. Ik spoel ze heel even af. Niet omdat dat nodig is voor de noedels, maar omdat ik ze nog even... Ze zijn eigenlijk heel hard en stevig en bijna niet door te bijten. Het is echt heel sterk. Dus het is slim dat je ze eventjes in stukjes knipt. Dan zijn ze straks wat behapbaarder, zeg maar. Ik ga het ook proberen om te knippen als het nog rauw is, maar dan kom je er bijna niet doorheen. Zo sterk is dat spul. Nou, dat lijkt me een mooie, hapklare hoeveelheid sliertjes. Goed, en die mogen dan even door de vulling heen worden geroerd. Zo, dat ziet er lekker uit. Dus dit is de vullingstrakjes voor de pastijtjes. Dus ik laat dit nog even verder afkoelen en dan kunnen we nu beginnen. Inmiddels zit de deeg een uur in de oven, of in de koelkast. En dan wordt dit de volgende stap. Dus even kijken hoe het eruit ziet. Kijk eens. Dit is het deeg. Nou, het eerste wat we gaan doen is, we gaan hem uitrollen. En dan ga ik er rondjes uitsteken. Een andere optie is dat je er kleine balletjes van maakt en die individueel in rondjes rolt. Maar dan moet je wel heel netjes rondjes kunnen maken met je deegroller. Nou, het deeg is nu lekker soepel en elastisch. Ik deel hem even in tweeën, want het gaat een hele grote lap worden. Even wat bloem op het werkblad, dat hij niet gaat plakken. En dan ga ik rollen. En dan probeer ik te rollen tot een dikte van ongeveer 2 mm. Hoe dunner, hoe lekkerder, dan heb je natuurlijk veel vulling en weinig deeg. Dat willen we natuurlijk. Kijk eens. Heel mooi. Ja, dit lijkt me een mooie dikte. Het moet natuurlijk ook niet te dun zijn dat die kapot gaat bij het vullen. Nou, dan ga ik er rondjes uitsteken. Je kunt ook, afhankelijk van de grootte van je steker, en je kunt ook een glas of een kommetje gebruiken als je dat niet hebt. Anders gebruik ik zo'n steker. Als je kleinere pastijtjes wil, dan moet je gewoon een kleinere steker gebruiken of grotere. En die restjes straks, dat kunnen we ook nog weer gebruiken, maken we weer een nieuwe bal van.
Hetzelfde gaan we doen met deze bal. En hier gaan we straks even een nieuw balletje van draaien. Het is nu tijd om de pastijtjes te gaan vullen. Ik heb de rondjes uitgestoken. De makkelijkste manier om dicht te krijgen is met zo'n, ja, ik weet niet hoe zo'n ding heet, een pastijmaker. Die kun je voor verschillende snacks gebruiken. Dan weet je zeker dat die goed dicht zit. En je wil niet dat die open gaat onder het frituren. En dat gaat heel makkelijk. En dan loopt die vol met olie, dat wil je niet. Maar ja, hiervoor dan moet die wel ietsje groter zijn. Dus we kunnen hem nog eventjes een klein beetje uitrollen. Ik zal de andere methode ook laten zien hoor. Maar we gaan eerst eventjes deze methode doen. Proberen. Kijk, nou past hij er mooi op. Druk hem er goed in. En wat belangrijk is, is dat je even de rand goed nat maakt met water. Zodat hij beter blijft zitten, dat hij aan elkaar gaat plakken. En dan doen we nu de vulling erin. Dat je niet te veel doet. Ik denk dat ik veel te veel vulling heb gemaakt, maar dat maakt niet uit, dat is altijd nog lekker. Nou, de officiële Indische pastel goreng, oftewel pastei, daar hoort een plakje ei in. Ik zal er even eentje erin doen. Die neem je mee. Ik vind zelf geen meerwaarde hebben. Voel je vrij om het niet te doen, maar ik laat er even eentje zien met ei. En daarna ga ik denk ik voor mezelf een aantal zonder ei doen. Want, maar goed, dit is zoals het hoort. Hè? Dit is het traditionele. En dan gaan we hem dichtmaken, zodat je vulling binnen de lijntjes blijft. En dan gaan we hem goed aandrukken. Echt heel goed. Dus dan leg je hem even neer. Want hij moet goed dicht zitten. En dan kun je eventueel voor het mooi nog eventjes dit randje deeg weghalen. Met een klein scherp mesje. Voorzichtig openmaken. Kijk eens, dan heb je toch een prachtig pastijtje die gewoon goed dicht zit. Maar goed, er zijn ook andere manieren. Dat zal ik ook even laten zien. Ik denk iets groter, dat dat wel wat makkelijker vult. Dan ik denk dat ik eerst vast even de randen nat maak voordat ik hem vul. Dat is denk ik makkelijker. Dus heb je vulling erin. En dan gaan we dat, in dit geval zonder ei. Ik denk als je het wat groter maakt, dan kan je er wat meer vulling in kwijt. Dan past zo'n ei ook beter. Zorg dat je genoeg rand overhoudt. Dus daarom moet je hem ook niet te vol maken. Je hebt echt die rand wel nodig om hem goed dicht te maken. Je knijpt hem in eerste instantie even met je vingers goed dicht. En dan ga je zorgen dat je genoeg breedte hebt. En de mooie traditionele manier is dat je er een kabeltje van vouwt. Dus dan vouw je hem zo om. En dan steeds vouw je een stukje om. Klap je hem om. Ik ben er niet zo heel goed in. Sommige mensen kunnen dat super mooi. Kijk, dan is die en beter dicht. En dan ziet er nog eens even heel sierlijk en feestelijk uit. Kijk eens. Dat is eigenlijk de mooiste officiële methode. En dan is er nog een methode die ook goed werkt. Misschien het minste mooi is. De randje nat maken. De vulling erin. Even goed dichtknijpen weer. En dat doen we met een vork. Even, zo, die rand moet echt wel een centimeter bijna breed zijn. En dan ga je hem even goed aandrukken. En dat is de enige manier waarop je zeker weet dat hij goed dicht zit. Je moet ook uitkijken dat je niet dat ding kapot prikt. En op zich is dit ook wel een aardige methode. Dus dit zijn drie manieren
om hem dicht te maken. En dan ga ik nu even de rest allemaal snel vullen en dan gaan we ze frituren. Nou, ik heb hier nu een mooie voorraad pastijtjes kunnen maken van dit recept. Ik had te veel vulling, dus in verhouding, de verhouding klopt niet helemaal. Maar goed, dat is ook lekker om nog zo op te snoepen. Of je zou minder vulling kunnen maken, of meer deeg, of voor een andere snack gebruiken. Je kan natuurlijk van alles mee vullen, een lumpiaatje of een risolle of weet ik het wat. Ik ga ze nu frituren. Ik heb trouwens gemerkt dat met dat pastij maken persje kun je in verhouding de meeste vulling erin kwijt. Nou, ik ga ze gewoon eventjes, je kunt ze natuurlijk ook gewoon in de frituurpan doen. En in deze pan kan ik een mooi 5 kwijt. Dan ga ik hem eventjes aan twee kanten mooi goudbruin bakken. Kijk, het is zo mooi als de vulling een beetje warm is. Maar de vulling was al gaar, dus hij hoeft niet te garen, dat scheelt. Kijk eens, het is een prachtig bruin aan beide kanten. Dus die ga ik even laten uitlekken op keukenpapier. Dan de volgende lading erin. Dat is hartstikke goed. En dit is dan het resultaat. Kijk eens, een prachtige stapel heerlijke, warme, goudbruin gebakken pastel goreng, oftewel Indische pastijtjes. Eens kijken hoe lekker dat eruit ziet. Goed gevuld. En lekker, die kun je gewoon zo opsmikkelen of eventueel met een chili sausje of een ander pittig sausje naar smaak. En als je een beetje blanda bent, dan eet je met pindasaus. Maar nou, dat is super lekker. Dus ik zou zeggen, slam het makkan. Vond je dit nou een leuk filmpje? Ik heb nog veel meer leuke filmpjes die ik ga posten. Dus like dan deze video en abonneer je op ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft.